Waarvoor dank. Het is heel gek om hier vanavond te staan, omdat iedereen natuurlijk zit te F5'en over de notulen of de notulen. Maar tegelijkertijd is dat wat er vandaag naar buiten gaat komen, en ik ken de inhoud niet, maar wel een resultante van wantrouwen. En als je wantrouwen zaait, dan zal je ook wantrouwen oogsten. Ik vind het ook wel spannend om hier te staan, zal ik je eerlijk zeggen. Ik heb me natuurlijk de afgelopen 2 jaar, iets langer, niet alleen vastgebeten in de waarheid achterhalen, maar ook samen met die ouders opgetrokken als het ging om hun gerechtigheid. En dat is heel indrukwekkend geweest. Er zijn echt vriendschappen ontstaan. Ik heb heel veel verdriet en wanhoop gezien. En dat ik door jullie ben gevraagd om nu toch ook te duiden van wat zie ik daar, vind ik spannend. Maar ik vind het ook nodig. Want het is niet een incident. En het beste wat wij de ouders kunnen geven, wij als samenleving bedoel ik dan, is dat dit nooit meer gebeurt. En dat is meer dan notulen openbaar maken of een staatssecretaris wegsturen of een verkiezing winnen of verliezen. Dat gaat over voor wie is die overheid er nou precies? Hoe organiseren we die overheid? Wat betekent dat voor de democratie? En dan komt bijvoorbeeld ook de vraag op waarom stemt 20% van onze bevolking niet? En dan komt er op de verkiezingen, als ja, dat is goed, goed zegt, bijna 80% is gaan stemmen. 79%. Ik denk dan, waarom gaat 1 op de 5 mensen niet stemmen? Ik maak me daar zorgen over. Dus het gaat vandaag over democratie ook. Democratie die in moet sluiten. Terwijl we zien dat we een overheid hebben die uitsluit. En het gaat dus ook over winnen en verliezen. En wat is dat dan precies? En ik wil beginnen bij Margaret Thatcher. In 1987 zei zij, there ain't such thing as society. Daar is niet zoiets als een samenleving. En ze voegde daaraan toe, er zijn individuele mannen en vrouwen en gezinnen. En deze uitspraak weerspiegelt het mensbeeld van het neoliberalisme. En het neoliberalisme kennen we natuurlijk in zijn politieke vorm. Hè. De markt kan het beter dan de overheid. In zijn economische vorm. Waarbij ze zeggen, als het goed gaat met de rijken en grote bedrijven, dan gaat het goed met iedereen. De trickle-down economie. Maar het gaat ook over het individualisme. We zijn niet een product van elkaar, van je omstandigheden, van een samenleving, maar je bent een product enkel van jezelf. En als je dus niet succesvol bent, dan ben je misschien ook wel niet of het niet waard. En deze manier van denken is breed omarmd in onze samenleving, in de manier van denken, de manier van ons onderwijs, de kern geworden van hoe de overheid is georganiseerd. En ik wil jullie mee terugnemen naar het moment dat ik in 2008, het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, woordvoerder langdurige zorg werd voor de SP. Het zou gaan over ouderenzorg, gehandicaptenzorg, over mensen die het werk kunnen doen. Maar ik belandde vol in de discussie over zorgzwaartefinanciering. De gedachte was, is dat iemand die zorg nodig heeft, die is een pakket. Een pakket aan zorg. Lichamelijke verzorging, geestelijke verzorging. En dat wisten ze dan ook per pakket uit te drukken in uren en minuten. Echt minuten. En we hadden natuurlijk al gezien dat dat was gebeurd in de geneeskundige zorg. Daar hadden we de DBC's en de producten al. En ik dacht echt van waar gaat dit nou precies over? We hebben gezien dat die zorgzwaartefinanciering, de ZZP's, en dan niet zelfstandig zonder personeel, maar zorgzwaartepakket, dat heeft geleid tot een hele andere planning van bijvoorbeeld de mensen die het werk doen. Er kwamen piekmomenten. 'S ochtends moest er gewassen worden en natuurlijk 's avonds op bed gelegd worden. En op die piekmomenten was dan personeel aanwezig. Je kreeg daardoor gebroken contracten. Je kon 's ochtends komen en 's avonds komen en over de dag niet. Je keek overdag op woongroepen waar mensen woonden. Oudere mensen, gehandicapte mensen, mensen in de psychiatrie, kreeg je geen bezetting, want er waren geen zorgmomenten. Al die verhalen kennen we nog wel van, en die zijn ook nog hartstikke actueel, van mensen die het werk doen en die zeggen, hoe kan ik nou op een groep van 12 bewoners in mijn eentje staan? Als er 2 naar het toilet moeten, dan is dat niet te doen.
Maar ik herinner me ook nog heel erg goed wanhopige mailtjes van mensen die de nachtdiensten draaiden. En die dan zeiden, ik hoop iedere keer maar dat er niks gebeurt. Want wat doe ik als ik alleen op 60 bewoners geconfronteerd word met brand? Dit kwam er, hè, die zorgzwaartefinanciering. De zorgbestuurders wilden het eigenlijk niet echt. Maar die hadden te weinig kracht, kennis van de werkvloer om zich echt inhoudelijk te verzetten. Het kwam er. En we hebben eigenlijk bij de laatste vaccinatieronde gezien wat dat op heeft geleverd. Hè. De een wordt gevaccineerd door de verpleeghuisarts, de ander door de huisarts. Terwijl je gaat eigenlijk toch het liefst gewoon met een doos vaccinaties in heel huis doen. Maar dat individuele pakketjes maken, dat zie je dus vandaag de dag nog waar dat in wat voor wanorde dat kan leiden. En werd het er nou efficiënter van? De grote belofte. Nee, het werd ontzettend bureaucratisch. Want je moet al die zorgmomenten natuurlijk wel scoren. Want mensen moeten wel krijgen waar ze recht op hebben. En nog duidelijker natuurlijk, als ze meer krijgen dan waar ze recht op hebben, moet er ook ergens een rekening gegeven worden. En dit is nou typisch zo'n invulling die echt niet van de werkvloer komt. Die echt niet komt van de mensen die zorg nodig hebben. Maar die wel verkocht wordt met logica van economische principes en met een mooi verhaal dat hiermee mensen met hun zorgpakket in hun rugtas kunnen kiezen. En wie wil dat nou toch niet? Als je daar niet voor bent, mevrouw Leijten, dan ben je een aards conservatief type. Maar ik noemde dit destijds dehumanisering. De mens om wie het ging bestond niet meer. Werd een transactie op papier. Werd een indicatie. De mensen die de zorg moesten verlenen waren totaal uit beeld bij de besluitvorming. En die dehumanisering binnen het onderwijs of in de overheid zie je op veel meer vlakken. Het onderwijs. Het blijven zitten, in mijn tijd was dat niet leuk, maar kon dat wel. Dat is niet meer, want scholen worden afgerekend op de schoolcarrière, hoe snel een kind door het systeem is. Ze worden afgerekend op de slagingscijfers aan het einde. Dus ja, als iemand misschien te nauwe nood het VWO haalt, nou doe hem dan maar naar de HAVO. Maar is dit goed voor onze jeugd? Die voelt die druk, hè? Dus die moet presteren en presteren. Privaat onderwijs wat ingekocht kan worden door ouders om wel te zorgen dat het kind net dat die wind in de zeilen heeft, maar daarmee de tweedeling georganiseerd. Of kijk naar het wetenschappelijk onderzoek. Het wetenschappelijk onderzoek wat ook de gedachte was van ja, maar dat moet toch toepasbaar zijn. Dat moet je toch om kunnen zetten in producten, in diensten. Hè, de valorisatie betekent dat. Dat maakte ook dat het helemaal niet gek is dat grote bedrijven met grote belangen wetenschappelijk onderwijs of wetenschappelijk onderzoek antemeren, financieren. Maar ja, als Coca-Cola het onderzoek naar suiker in frisdranken doet, dan voel je dat schuurt. En als je niet kan vertrouwen op de onafhankelijkheid van de wetenschap, dan gooien we iets heel belangrijks weg. En dan het toeslagenschandaal. Ik begon ermee en het is een van de aanleidingen waarom ik hier sta. Ik heb me echt zo vaak afgevraagd, hoe kan het? Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat tienduizenden gezinnen jarenlang financieel zo uitgekleed werden, zonder dat ze ergens gehoord werden? Er is een handjevol advocaten geweest die met ze naar de rechtbank gingen, maar de meeste keken er niet naar om. De ombudsman deed niet open voor deze mensen. Ze vonden geen gehoor in ons rechtssysteem, geen politiek gehoor. En mijn analyse is dat dit kon gebeuren omdat deze mensen die dit trof niet ons soort mensen is van beleidmakend Den Haag. Maar ook beleidcontrolerend Den Haag. De comfortabele Haagse bubbel van journalisten, beleidsmakers, politici, echt dus ook de Tweede Kamer, de duiders van het nieuws. En misschien is die comfortabele Haagse bubbel ook wel een beetje de Amsterdamse grachtengordel. Die hebben een brede blik, die hebben de blik op de samenleving vernauwd tot als je het niet redt op eigen kracht. Om tot de succesvolle van de aarde te horen, dat je dan vooral gewantrouwd moet worden. En
In die ondervragingscommissie, je zei net al even, Tim, dat ik daarin zat, hebben we ook de minister-president bevraagd. En een van de zaken die wij wel wilden weten van hem was, wat zijn definitie van fraude was. En hij antwoordde toen op Tom van der Lee, die hem ondervroeg, dat is dat je geld krijgt waar je geen recht op hebt. Oké, vroeg van der Lee, zou er dan misschien nog iets van opzet in het spel moeten zijn? Ja, dat zou wel moeten. En moet dat dan ook bewezen zijn? Ja, daar stel je me een vraag, zeg. Ik ben geen jurist. Ja. Uiteindelijk, na lang sleuren en trekken, zei de minister-president van alle Nederlanders, dus ook van die tienduizenden gezinnen, ja, ik denk uiteindelijk dat je je wel moet kunnen verdedigen. Maar het was echt trekken. En dat is niet zo gek. In al die regeerakkoorden van dit kabinet, of van de kabinetten Rutte, stond echt dat op het moment dat je geld onterecht had gekregen van de overheid, dat je alles terug moest betalen. Letterlijk stond dat er voor de toeslagen en uitkeringen. Er waren targets ingericht bij de Belastingdienst om sommig geld terug te halen, want er zal wel een percentage fraude zijn, dus ga je gang maar. Die targets hebben tot die ontsporing geleid. En wat we niet lazen, was dat je over belastingontwijkers en belastingontduikers, dat je die ook moest aanpakken. En nu, voor iedereen die zegt, nou, dat is wel een platte vergelijking, maar gaat mevrouw Leijten weer. Dit is de kern van het probleem. Want als je dus rijk bent, machtig bent als bedrijf, dan kan je gewoon zorgen dat je minder belasting of geen belasting betaalt. Maar dan word je niet gezien tot die profiteurs. Je bent toch immers succesvol. Maar ja, die uitkeringstrekker. Ja, diegene die toeslagen nodig heeft, dat is toch eigenlijk iemand om te wantrouwen. Terwijl, waarom stellen we ons niet de vraag, waarom hebben mensen überhaupt in dit land toeslagen nodig om rond te komen als je werkt? Als je een huurhuis hebt, waarom zou je dan beschermd worden tegen schimmel en een ongezonde leefomgeving? Dan moet je zelf maar een huis kopen, toch? Dan kan je het zelf regelen. Waarom zou je studiefinanciering regelen voor mensen die later niet succesvol willen worden? Die een studie kiezen die niet uitbetaalt? Eigen keuze, toch? Zoiets als kunst en cultuur. Ja, als jij niet je geld uit de markt kan halen, als de mensen niet massaal op jou zitten te wachten, ja, wat ben je dan waard? In ieder geval geen stuiver van de overheid. Als je arm bent, is dat toch je eigen schuld. Maar je ziet ook dat je je maar moet invechten als je je gediscrimineerd voelt of gediscrimineerd wordt. Of dat je wel mag oprotten als je te kennen geeft dat je je niet thuis voelt in het land waarin je bent geboren. En de mensen die jaren eerder sterven omdat ze in de slechtere wijken wonen, slechter verdienen dan die elitaire bovenlaag, die dus langer leeft. Daar is jarenlang de bestuurlijke onwil geweest om iets aan die sociaal-economische gezondheidsverschillen te doen, onder het motto dat dat allemaal betutteling zou zijn. En dan roept dat toch de vraag op, goh, mevrouw Leijten, vinden mensen dit nou ook? En ik was laatst op een school, dat was tot mijn grote verrassing niet digitaal, want daar zijn we nu allemaal aan gewend. Ik kon daar naartoe met een halve klas en dat waren allemaal bijna stemmers, 17, 16 jaar, maatschappijleer. En de enige vraag die ik daar heb behandeld en met hun heb besproken is, wat is nou solidariteit? Wat betekent dat nou? En wat betekent nou solidariteit eigenlijk in de politiek? Dat je organiseert dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving. De scholieren zaten op het puntje van hun stoel. Solidariteit is iets geworden van je staat op voor die zwangere of die oudere vrouw in de tram. Maar dat je in een politieke denken solidariteit moet organiseren omdat je een samenleving bent, dat lijkt weg. Ik denk dat heel veel mensen niet denken zoals ik die opsomming net deed. Hè? Dat het allemaal maar eigen schuld is en eigen keuzes en dan moet je zelf maar een huis kopen. Ik denk dat heel veel mensen zich ontheemd voelen in onze samenleving. Ik denk dat heel veel mensen zich niet herkennen in het beeld dat de verzorgingsstaat beschermd moet worden tegen fraudeurs, misbruik, asielzoekers. En dat dat het enige verhaal zou zijn over onze overheid. Maar dat is wel het enige verhaal wat we natuurlijk de afgelopen jaren hebben gehoord. Ik heb Rutte, 1, 2 en 3, niet kunnen betrappen op enige inzet op de verzorgingsstaat te onderhouden,
Het is allemaal afgebroken onder het motto van modernisering, flexibilisering en vooral individualisering. Maar dit is natuurlijk niet alleen Rutte. Ook de jaren daarvoor is het gegaan. We weten allemaal dat er onder Paars natuurlijk een hoop is gebeurd. Maar ik denk ook dat er onder Lubbers al het een en ander is ingezet. Wat ik bedoel is dat op het moment dat je niks van de overheid te verwachten hebt, dat de overheid jou benadert als iemand die te wantrouwen is in hun beleid. Je komt er niet doorheen, de telefoon wordt niet opgenomen, je rekeningen stijgen alleen maar door privatisering van energie, zorg. Ja, waarom zou je dan gaan stemmen? Waarom zou je vertrouwen hebben in de politiek, in die mensen die daar kletsen, maar die nooit iets voor je doen? De coronacrisis heeft ons opeens laten zien dat we cruciale beroepen hebben. Echt, ja, nou ja, voor wie het niet wist. Het toeslagenschandaal heeft de ogen geopend wat de gevolg is van een rechtsstaat die niet voor iedereen is. Dat mensen rechteloos zijn bij een conflict van de Belastingdienst of een andere overheidsdienst. En de roep om verandering, die is logisch, dat daar deze crisis voor nodig zijn, dat is heel spijtig. En de oplossing is eigenlijk heel simpel, maar het is vooral dat we met elkaar dat gesprek moeten voeren. Dat die jarenlange veronachtzaming van grote groepen in onze samenleving tegen wie gezegd is, succes is de norm, haal je dat niet, dan ben je een profiteur. En dat is dat gesprek wat we daarover moeten voeren en die knop die eigenlijk om moet, is meer dan een nieuw sociaal contract. Het is echt het breken met hooghartigheid. Neerkijken vanuit ivoren torens op mensen die werken, maar een toeslag nodig hebben. Die een cruciaal beroep hebben, maar de minste zekerheid van contracten. Het is naar die wijken gaan waar de problemen worden opgestapeld, omdat de elite hem niet in hun eigen achtertuin wil hebben. Het is een brede opdracht, dat gesprek. Dat is niet een plat politiek standpunt. En ik denk dat we daarbij moeten kiezen voor radicaal voorzeggenschap. Hoe zorgen we ervoor dat wat er gebeurt in de samenleving, wat mensen raakt, dat mensen daar ook begrip op hebben. Democratie betekent insluiten en niet uitsluiten. Dus we moeten die democratie veroveren. In de buurt, op de scholen, overal waar je wordt gemangeld door regeltjes. En we moeten vooral ook niet bang zijn dat mensen dat niet zouden kunnen of niet zouden begrijpen. De reflex van de Partij van de Arbeid en GroenLinks dat ze na het Brexit-referendum niet meer voor referenda zijn, vind ik echt heel slecht. Mensen kunnen een verkeerd standpunt hebben in jouw ogen, maar dan heb je zelf of geen beter plan, of je hebt ze niet weten overtuigen. Dat geldt overigens ook voor een partij die verloren heeft bij de verkiezingen, om het even bij mezelf te houden. Die 20% die niet stemt, dat is erg, want die nemen niet deel aan de keuze wie hun vertegenwoordigt voor al die belangrijke beslissingen in het leven. Wanneer mag je stoppen met werken? Zijn er wel of niet voldoende inkomenszekerheid? Heb je vaste contracten, flexcontracten? Wat doet de uitstoot van een gigantische fabriek in jouw achtertuin? Kunnen je vader en moeder nog fatsoenlijke zorg krijgen? Je neefjes en nichtjes? De start die nodig is voor het leven in het onderwijs. Democratie betekent ook dat we het gesprek moeten hebben over dat dat dus niet markt moet zijn. Daar waar je een domein overlaat aan de markt, is winstmaximalisatie het ordeningsprincipe. En andere principes tellen niet meer. Die kan je er niet in reguleren. Het is namelijk niet het DNA. Dus als toegankelijkheid, menselijke waardigheid, betaalbaarheid tot de kern van voorzieningen behoren, dan moet je ze dus niet op de markt gooien. Veiligheid, onderwijs, infrastructuur, zorg, wetenschap. Maar dat is mij de afgelopen tijd duidelijk geworden. Ook zoiets als de schuldenindustrie. Het is echt bizar hoe mensen met schulden nog armer gemaakt worden, langer in de schulden worden gehouden door een sector die daar goud geld aan verdient. Wat ons betreft moet dat echt een primaire overheidstaak worden. En dan kom ik op die armoede. Armoede maakt dat mensen gaan overleven in plaats van leven. In veel van die toeslagenouders die gecompenseerd zijn, zie ik hoe moeilijk dat is, leven. Als je altijd onder druk keuzes moet maken, schaamte hebt, onzekerheid, zorgen,
dan is dat een pure vorm van ontmenselijking. En ja, dan kan het minimumloon omhoog, maar dan heb je het ook over voorzieningenniveau. Het is gewoon logisch dat we met elkaar de kinderopvang regelen voor iedereen. Net zo goed als dat het logisch is dat we zorgen dat we snelwegen aanleggen voor mensen die daar overheen moeten rijden. En als je dan treinreiziger bent, dan weet je dat dat ook logisch is. Omdat het goed is, wordt er ook in de spoor geïnvesteerd. De individualisering van de rekening bij de kinderopvang, de zorgverzekering, de energie. Die individualisering van die rekeningen, dat niet samen opbrengen, niet uit belastinggeld betalen, zijn ook allemaal een gevolg van privatisering. De toegang tot het recht, dat is ook iets wat echt uit het toeslagenschandaal komt, is in Nederland afwezig. En de toegang tot het recht is een universeel mensenrecht. De rechtsstaat is er voor iedereen of hij bestaat niet. Dus het is echt de opdracht nu om te zorgen dat die roep ook vanuit het recht, vanuit sociaal advocatuur, hoe vaak heb ik ze niet zien demonstreren, protesteren, om die nou eindelijk te horen. En dan de overheid. De overheid, overheidsdiensten, uitvoeringsdiensten, daarbij moet de menselijke maat de norm zijn. Een gesprek. En een gesprek van 2 uur als het nodig is. Dus geen targets, geen productieregels, niet een proces waarbij de uitkomst niet belangrijk is. Je hebt het proces doorlopen, nou, dan heb je toch je werk gedaan. Nee, als het proces hebt doorlopen en je werk is dat de problemen niet zijn opgelost, dan is het niet afgerond. En hierin is het denk ik ook juist voor die mensen die dat werk doen, hè? Die aan die balie zitten van dat UWV, of die aan die tafel zitten met die mensen nu in de toeslagenaffaire. Voor mensen bij de gemeente, daar zal dat ook een bevrijding voor zijn. Dat ze weer de mogelijkheid hebben om met mensen te spreken, om mensen echt te helpen. En dan Den Haag, want de nieuwe bestuurscultuur, niks is actueler. Maar daar, ik heb het al een paar keer gezegd, die Forentoren, de elite, daar zitten heel veel ongezonde zaken. En dat is onder andere bijvoorbeeld die banencarrousel van de Algemene Bestuursdienst. Je bent een gesjeesde topambtenaar, je faalt en je kan ergens anders weer terecht. De regels voor gewone werknemers gelden niet voor de top. Daar moeten we echt vanaf. We moeten er ook vanaf dat er op die ministeries maar woordvoerders en woordvoerders worden aangenomen. Vandaag weer in het nieuws. Waarbij eigenlijk niet de inhoud voorop staat, maar vooral de spin en de beeldvorming van de inhoud. Neem mensen serieus, zeg hoe het zit. Als je een fout maakt, dan erken je die. Daarvoor is ook belangrijk dat we een overheidstransparantieregister krijgen. En er wordt nu veel gezegd over, transparantie kan ook schadelijk zijn. Flauwekul. Ze hebben het in het Verenigd Koninkrijk in Scandinavië. Die landen zijn niet failliet gegaan. Er is niet het wantrouwen gegroeid. Er is gewoon geregeld dat je recht hebt op overheidsdocumenten die immers van ons allemaal zijn. En als we het dan toch over die Haagse bastionnen hebben, dan denk ik dat het cruciaal is dat we de ongezonde verstrengeling met de landsadvocaat beëindigen en zorgen dat beleidsadviezen, juridische beleidsadviezen, per definitie altijd openbaar zijn en door wetenschappelijke instituten worden voorbereid. En dan heb je in Den Haag ook nog machten, naast de Tweede Kamer, hè, die nu als de tegenmacht wordt gezien, maar ook nog andere machten die de regering in balans moeten houden. Instituten als de Ombudsman, de Rekenkamer, Huis voor Klokkenluiders. Hiervoor moeten we zorgen dat die een onafhankelijke positie krijgen, maar ook kunnen innemen, dus niet financieel worden uitgekleed. En dat moeten we vastleggen. Want er is gewoon het afgelopen kabinet daarvoor zo op de Rekenkamer bezuinigd dat ze hun controlerende taak op de Rijksbegroting feitelijk niet meer aankonden. En je ziet ook altijd een discussie over de Nationale Ombudsman ontstaan. Als die te kritisch is, dan moet er maar geld af. Terwijl laten we dat versterken. Dat hoort bij de balans die we nodig hebben. Die instituties werken voor ons allemaal. En dat geldt ook voor inspecties. Die inspecties vallen onder ministeries, zijn onderbemand, kunnen niet hun onafhankelijke positie innemen. En ik noemde al Tata Steel, dat ligt bij mij in de buurt. Maar je zal toch maar wonen in Wijk aan Zee en je al die keren vragen van kom nou hier eens kijken naar die zwarte sneeuw. En iedere keer weer is dat een onderzoek waarvan je of de resultaten niet te horen krijgt of je weet dat er belangen overeenlopen
tussen wie dat onderzoek doet of de provincie. Vandaag heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid gezegd, wij gaan dat onderzoek doen. Ik denk dat dat heel goed is, maar het is echt heel cruciaal. Want als je daar ook niks te horen krijgt, en dat is niet alleen de Tweede Kamer of de regering, maar als je door inspecties niet gehoord of gezien wordt, schaadt dat ook het vertrouwen. En dan tot slot de centen. Want het zou allemaal goedkoper worden door marktwerking. We weten wel beter. Het zou allemaal beter en goedkoper worden door de decentralisaties. We weten wel beter. De Belastingdienst kon die targets allemaal wel aan en dat kon ook allemaal wel ingeboekt worden. Het heeft te maken met de modellen van het Centraal Planbureau. Het Centraal Planbureau heeft de economische premissen vooropgesteld aan belangen van de menselijke waardigheid, milieu, dierenwelzijn. Alleen dat wat rendabel is, komt in de boeken. Ja, en dan is onderwijs al snel niet rendabel. Want ja, dat resultaat zie je pas over 10 jaar. En dan is de zorg ook al snel niet rendabel, terwijl we allemaal voelen dat het toch te maken heeft met zorgen voor elkaar, dat we dat fatsoenlijk doen. En de volkshuisvesting, ja joh, dat komt toch allemaal wel naar de markt. We zitten in de grootste wooncrisis ooit. Centraal Planbureau moet of zijn modellen ernstig aanpassen, of we moeten er gewoon mee gaan stoppen. De taak van de overheid is om solidariteit te organiseren, vertelde ik die leerlingen in die klas. Tussen generaties, tussen arm en rijk. Het is niet aan de overheid om wantrouwen te organiseren. En dat is wel nu tientallen jaren gedaan. En wat oogst je dan? Wantrouwen. Dan oogst je dat mensen niet gaan stemmen, dat mensen populistisch gaan stemmen, wat dat dan mogen zijn. En als je vervolgens mensen dan op hun deelbelangen aanspreekt, van hun identiteit, en dan zegt van ja, maar ik doe dat toch wel voor je, dan neem je ze ook echt niet serieus. Het is tijd voor een betrouwbare overheid. Maar als we ons niet realiseren dat we die samen maken, in de zin van democratisch samen maken, dan is een gesprek eigenlijk onzin. En ik begon met Thatcher. Maar het is echt wel belangrijk dat mensen begrijpen dat dat neoliberalisme tot een uitholling van de democratie heeft geleid. We gaan niet meer over onderdelen die vermarkt zijn. Maar het is ook een groot verschil tussen de intrinsieke waarde van ieder mens en de gelijkwaardigheid van ieder individu ten opzichte van het individualisme. Mensenrechten, vrijheid, vrij zijn, vrij kunnen zijn worden juist door het neoliberalisme aangetast, omdat zij het een strijd maakt van mensen onderling. Het recht van de sterkste. En het individualisme laat het ons besef van de macht van het collectief volledig vergeten. Mijn pleidooi is dat als we dit gesprek niet voeren, breed in onze samenleving, en niet alleen hier, misschien zo aan tafel, maar ook in instituties die onze overheid zijn, ook in andere politieke partijen, in de elite aan de grachtengordel, op de krantenredacties, dan zullen we vast met allerlei kleine aanpassingen komen en dan zal er vast van alles zogenaamd veranderen. Maar dat zal dan echt alleen maar cosmetisch zijn. En dan is een toeslagenschandaal, zoals we dat hebben gezien, gewoon opnieuw mogelijk. Dank je wel.